aan te kijken. Oh, schat, het weer een puistje. Komt hij weer omhoog of niet? Komt het door het licht? Weer die plek, hè? Eens kijken. Oeh, je wilt hem uitknijpen. Maar je mag hem niet uitknijpen. Blijf van mij af. Nee, je moet blijf van mijn puist af. Ja, je moet eerst langs mij komen. Ah. Buik krijg, maar ik heb ook momenten dat ik denk van, nou, het valt eigenlijk nog best wel mee. Maar ik denk zelf, we zitten nu in de week 18, ik denk zelf dat in week 20 echt een heel groot verschil gaat komen, want dat had ik bij Jola. Toen kwam het echt helemaal door. Nu komt het wel eerder door dan met Jola, maar dat schijnt normaal te zijn met de tweede. Maar dat gaan we zien over een paar weekjes. Ik ga me nu even wegen. Oh no! Weer een kilo erbij. Dan ben ik dus eigenlijk al 10 kilo zwaarder dan dat ik normaal zo'n beetje ben. Normaal zit ik eigenlijk altijd wel rond de 60. Alleen vlak voordat ik zwanger werd, was ik al wat zwaarder dan normaal. Dus toen zat ik al zo rond de 3, 4, 5, 65 denk ik. 65. Dus ik denk dat ik globaal nu 5 kilo aangekomen ben. Maar het is heel moeilijk te peilen bij mij. Want ik merk het aan mijn lichaam en aan mijn kleding vooral. Ik kan echt geen enkele broek meer aan van voor de zwangerschap. Shirtjes zitten allemaal strak. Jasjes krijg ik niet meer dicht vanwege de borsten. Dus ja, het is moeilijk te zeggen. Want ik denk namelijk dat ik heel veel spiermassa ben verloren, want ik trainde heel veel. Daarvan heb je natuurlijk spiermassa. En wanneer je die spiermassa verliest, dan neem je af in gewicht. Maar ik neem natuurlijk toe in gewicht, omdat ik aankom. Maar dat zie je dan niet op de weegschaal. Dus dan blijf je zeg maar best wel lang hetzelfde, terwijl je wel echt aan het groeien, ja, dikker aan het worden bent. Oeh. Dus ja, dus ik denk dat ik eigenlijk in wezen al op die 10 kilo aangekomen zit. Do you need some of my confidence? Because I could maybe tone mine down a notch. Ik heb iets wat ik ook nog ga proberen vandaag. Ik heb namelijk een apparaat te leen. En dat is een apparaat, dat heet de Baby Watcher. En daarmee kun je dus de baby zien. Dus je kunt zelf een echo afnemen bij jezelf. Ik ga wel even dat samen met Bart doen straks. Dus dat zien jullie later vandaag nog voorbij komen. Dat we dat gaan doen. Dat vond ik wel leuk, omdat vandaag met de zwangerschapsupdate voor het eerst te gaan uitproberen. Ik was dus op zoek naar de kaas zonder zout, maar die hebben ze hier niet bij de FOMER. Of nou ja, zonder, minder. Voor morgen wilde ik dus iets maken met spaghetti pompoen, maar dat hebben ze ook niet hier. Ah. Oké, ik heb eerst Jola even opgehaald. Hoi joh! Want die kan dan even op de tas passen. Terwijl ik naar de andere winkel ga. Ik heb hem gevonden. Maar het scheelt niet heel veel zout. Want hier zit maar 1,3 gram in op de 100. En die andere 1,8. Dus zoveel scheelt het niet eigenlijk. Dit is de echo dienst. Wow, ziet er wel fancy uit. Voorzichtig hè, schat? Ja, Bart is nu even aan het inloggen. Het installeren duurt iets langer dan verwacht, dus we gaan eerst even eten. Oké, nou Bart weet hoe het werkt en ik heb nog 10 minuten en dan moet ik de deur uit. Okay. Let's try it. Zal ik het eerst op een servetje doen ofzo? Nee. Gewoon zo? Oeh, dat wordt wel koud, hè? Je kan gewoon een druppeltje erop doen. Oh, een druppeltje. Doe maar. Doe maar. Ik mag wel wat meer voor, schat. Is het genoeg, Bart, denk je? Ja, ik denk het wel. En moet je het uitsmeren. Er zit ook zo, nog zo'n papiertje op. Oké, ik ga op de lucht op. Oké. Oh, dat is zo leuk. Moet je zo draaien? Nou, ik moet het eerst even een beetje verspreiden. Daar is zijn hoofdje, zie je? Hij zit ook gewoon wat lager. Als je lager gaat, zie je hem niet. Oh ja, kijk. Ja, ik zie het hartje in het midden, kijk. Oh ja. Ja. Wow, hij beweegt. Zie je dat? Ik lachte. Koekoek. Hey. Hey. Kijk, het handje. Het handje. Hij zwaait. Je ziet hem zwaaien. Oh, zag je dat zwaaien? Ja. Ik kan niet zien. Hé mannetje, hoor je me? Ga je nou zwaaien? Ja! Oké, wacht eens. Is dat het hoofdje? Ja. Hé, kijk, handje. Ja, vet. Handje. Zal ik eens kijken of ik het niet zo moet? Zwaai naar Jola. Ja! Hoi! Hi! Hi! Zwaai naar je! Zo. Namaste. Zit er weer op. Wat een lief sportief stijl. Ja! Eet ook heel gezond. Doe even jullie vlogdebuut. Hij wil wel, hè? Jongens, lekker, hè? Ja, oké. Kijk, dit is Drew en hij heeft zo'n sixpack. Maar hij werkt bij de Febo. Febo rules. Dat is zo. Hebben jullie nou al wat vegetarisch bij de Febo? De kaasvlee. En vitaaltje. Vitaaltje? Vitaaltje? Wat is dat? Het is een kroketje gevuld met groenten. Echt? Wat, die kom ik binnenkort bij halen. Dat mag. En dan ook nog kaasvlee. Jee. Zo, dat was weer lekker. Ik begin het wel een beetje af en toe in mijn lies te voelen. Dus ik zal volgende week eens vragen of dat geen kwaad kan. En Bart die moet... die heeft trouwens heel lief de keuken opgeruimd en het huis. Dus dat scheelt, dat hoef ik niet meer te doen. En Bart heeft morgen een fotoshoot voor... Hoezo niet? Voor een merk, waar onze tv ook van is. Maar we mogen niet zeggen welk merk. Dus dat gaat hij niet vloggen. Want dat mag al helemaal niet van het modellenbureau. Nou, jammer, modelletje Bart. Dat wij niet mogen meegenieten. Bart en ik staan, en Jola staan ingeschreven bij één castingbureau. En zo nu en dan komt er wel eens iets op ons pad waar wij meedoen. Dus dat is wel heel erg leuk. En verder... wat wilde ik nog meer vertellen? Oh ja, ik voelde gewoon net weer schopjes hè, tijdens het relaxen bij yoga. Tijdens het relaxen. We krijgen een voetballer. Voetballer? Nee, dat kan nooit met jou als vader. Ik hou helemaal niet van voetbal. Je kan me alles vragen. Qua spelers. Ik weet er geen één. Nou, net zoals ik. Weet je wel of niet? Ik heb ooit een keer het hele elftal van Nederland gevlogen als stewardess. Kom maar mee dat je weet dat er 11 in zitten. Ik ken er ook echt geen één. Mijn sportbroek zit strak, man. Ik moet zwangerschapssportbroeken. Dus die moet ik even gaan zoeken. Nog stretch. Die banden die gaan helemaal zo in mijn buik wanneer ik helemaal zo voorover moet buigen en zo. Dat lijkt me gewoon helemaal niet fijn voor die kleine man. Dus dat. Nou, de rest wat ik allemaal vergeet te vertellen, dat vertel ik morgen wel weer. Dus niet vergeten te kijken morgen. En abonneer als je dat niet bent. Dankjewel. En tot morgen. Doei. Later. Stokje voor Dexie. Hij zit er in zijn hok. Dexie.